Het centrum van Ninove, ter hoogte van het cultureel centrum De Plomblom, verzamelde zondag namiddag rond 15 uur zo'n 100-tal deelnemers voor onze stille tocht. Deze stille tocht ging door het centrum van Ninove en nam een einde ter hoogte van het oud-stadhuis op het oud-strijdersplein. Deze stille tocht was heel speciaal bedoeld voor de terreuraanslagen in Parijs. Hoe is dat idee eigenlijk ontstaan bij de jeugdraad? Wel, we hebben eigenlijk de vraag gekregen van verschillende jongeren. Dus wij hebben gecontacteerd, ook van jeugdbewegingen, die toch wel geraakt waren en zeiden, kunnen we daar iets doen? Kunnen we een positieve boodschap brengen? En daarom dachten wij, ja, wij moeten dat organiseren, wij moeten dat gewoon doen. En we zijn daarom ook wel gaan verrast dat de stad stond eigenlijk onmiddellijk klaar om ons te assisteren. En dat doet ons plezier. En van de opkomst tevreden dan? Absoluut, absoluut. Het is echt... Hartverwarmend, absoluut. Ik vind het heel erg belangrijk om ook een voorbeeld te tonen van kijk, wij zijn niet bang en we zijn hier verbonden en we staan wij veel sterker. Dus ik probeer ook die boodschap mee te geven. Dus daarom dat ik ook vandaag belangrijk vond om toch aanwezig te zijn. En elkaar steunen, dat is het belangrijkste in zulke situaties eigenlijk. We gaan nu naar binnen gaan. We hebben iets klaargezet aan de binnenkoer van het stadhuis. Dus we gaan gewoon zo volgen en naar links gaan. Als jullie kaarsjes mee hebben, kunnen jullie daar aansteken. We zullen jullie daarvoor helpen. Als je geen kaarsje hebt, kun je ook met een theelichtjes ook nog mee extra. Dan zullen Natasha of Jolien u een theelichtje geven. Goedendag iedereen. Ik denk dat wij allemaal enorm aangeslagen zijn door wat er vorige week vrijdag is gebeurd in Parijs. Wij die anders vaak zo quasi gevoelloos naar onrecht kijken, overal in de wereld, ik trouwens ook, blijven echt ontnuchterd achter en zonder woorden. De dreiging is blijkbaar zeer reëel en zal het ook blijven. We zijn ongerust. We zijn hier vandaag omdat jongeren ons gevraagd hebben een signaal uit te sturen van verbondenheid. Onze krans heeft een witte kleur van hoop en van vertrouwen. De terreur heeft tot doel ons te verdelen en onze waarden te verloochenen. We antwoorden daarom vandaag dat we sterker dan ooit geloven in onze samenleving en waarvoor deze staat. Gelijkheid, broederlijkheid en vrijheid. Egalité. Fraternité en liberté. Zou ik u mogen vragen van een minuut stilte te houden voor de slachtoffers die gevallen zijn? Bedankt allemaal. Kom. Wat vindt u van het gebeuren hier nu vandaag in Ninove, hetgeen dat ingericht is? Vindt u dat positief? Ik vind dat heel erg positief, want ik word er zelf eigenlijk ook wel een beetje stil van en emotioneel. Omdat er stond ook heel duidelijk dat het voor alle slachtoffers waren. En ik vind het ook belangrijk dat we alle slachtoffers herdenken en een minuut stilte voor de slachtoffers houden. Maar vooral ook met Frankrijk, aangezien dat toch een shock is. We hadden het allemaal niet verwacht, denk ik. En ik vind het echt een mooie boodschap dat het niet alleen voor Frankrijk was, maar dat het ook voor Libanon was, voor Jemen, voor Irak, voor alle andere landen die op deze moment eigenlijk tegen ISIS aan het vechten zijn. Bent u ook bang nu als u buiten komt op straat met zo'n dagen? Bang niet, maar ik denk dat het eerder ook zoals bij iedereen de ongerustheid is. Ik heb zelf veel vergaderingen in Brussel. Dus ja, vanwege al die zaken dat je allemaal te horen krijgt, dan moet je toch wel op je hoede blijven. Maar ik denk niet dat je moet toegeven daarop. Zeg maar. Je moet niet de angst tonen, want dat willen ze wel uiteindelijk. Hè. Dus bang niet echt, maar ja, ongerust. Ik denk dat mensen sterk genoeg zijn om zich niet te laten doen en dat we samen zeker wel doorheen komen. Ninove Media is het regionale nieuwsmedium voor Ninove en de Denderstreek. Tip onze redactie bij nieuwsfeiten en evenementen uit Ninove en de Denderstreek op ninovemedia@telenet.be
of 0495 69 32 72.